Hallo allemaal, welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb weer een shoplog voor jullie. Het is echt vreselijk, maar nu ik maar één keer in de week upload, zullen er denk ik wat meer shoplogs voorbij komen. In verhouding, maar goed, volgens mij vinden jullie shoplogs altijd wel het leukst. Ik was namelijk een weekendje naar Nice waar ik dingen kocht. Er was een leuke aanbieding bij de Douglas. En ik was toen daarvoor ook nog bij de Easy Paris geweest, want mijn laatste video, mijn Get Ready With Me, zal ik hier even boven linken. Daar komen al twee producten voorbij die ik daar kocht, dus die laat ik niet zien. Maar er waren nog twee producten die ik kocht, dus die laat ik nog even zien. En er kwam nog een heel mooi limited edition item van Colourpop binnen, die heb ik ook via Amerika kunnen bemachtigen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus ik ga snel beginnen met de shoplog. Het is veel huidverzorging dit keer. En er was ook al iemand die had gevraagd of ik een skincare routine wilde opnemen. Dat ga ik wel binnenkort doen. Want ja, ik heb weer wat nieuwe producten die ik nu aan het testen ben. En daar ben ik eigenlijk heel tevreden mee. Dus ja, ik denk dat die skincare routine de komende weken ergens wel voorbij komt. En ik heb ook nog steeds te goed mijn Colourpop lippies test. Deel 2 van mijn Colourpop test met al mijn lipsticks of lipproducten. En die ga ik ook nog doen. Maar dat is wel even een video wat mij heel veel tijd gaat kosten. Die ik nu niet echt over heb. Maar goed, ik ga zeker volgende week proberen om hem te gaan maken en editen. En dan zien jullie hem komende weken verschijnen. Ik ben trouwens naar de kapper geweest. Er is weer een heel stuk van af. Ja, ik vind het wat frisser weer geworden. En ik ben echt heel blij mee. Want het was ja, best wel lang. Ik was 3 maanden niet naar de kapper geweest. En er waren echt heel veel dode punten in. Dus ik moest echt even ja, flink de schaar erin. Maar ik ben heel erg blij met het resultaat. Nu ga ik dus beginnen met de shoplog. Even, ja, ik begin maar met de spulletjes die ik nog bij de Easy Paris haalde. Dat was voordat ik naar Nice ging. Als eerste is dat deze Sally Hansen Insta Dry topcoat. Dit is echt een super topcoat. Dit is al mijn vierde flesje, denk ik. Derde of vierde flesje. Het is echt een super snel drogende topcoat. En hij is heel dun. Dus daar, ja, je kan gewoon heel snel zo hup 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 over je pasgelakte nagels doen. En dan droog je nagels echt super snel. En ik ben echt heel erg blij. Het is wel zo als je eenmaal een beetje halverwege het flesje bent dat het dikker wordt. En dan moet je hem eigenlijk weer vervangen. Volgens mij kost hij normaal 10 euro. Maar ik was met 30% korting was er een actie vanwege de Olympische Spelen medailles nog. En dus ik was 7 euro kwijt nu. En het andere product wat ik kocht, echt een super mooi product. En die heb ik al een paar keer laten zien, ook op Instagram, dat ik die nog zocht. Dit is de Stilo Eyeshadow van Chanel in kleur 167 Brons Platiné. En het is echt een super mooie kleur. Ik zal hem even gaan swatchen. Het is een ja, eyeshadow pencil. En ik heb hem al best wel veel gebruikt. Ik heb hem nu niet op, maar ik ga hem even swatchen op mijn hand. Hij geeft een beetje een koelend effect. En het is echt een super mooie kleur. Een beetje een, ja, ook weer een beetje taupe-achtige kleur. En daar ben ik echt dol op. En je kan hem dus als basis gebruiken. Ik heb hem nu een beetje uitgeblend. Maar er zit een super mooie glans in. En deze kostte normaal echt wel rond de 30 euro. Ja, dus nu ging er bijna 10 euro vanaf. En ik wilde hem nog heel graag hebben. Dus nu vond ik het wel tijd om mijn slag te slaan. Toen ging ik naar Nice. En in Nice is ook een Sephora. Maar ik had mezelf beloofd. Ik had al best wel veel gekocht. Veel producten van Colourpop waren er binnengekomen. En ik zei, nou, ik ga niet te veel kopen. Maar wat ik nog heel graag wilde, ik heb nog wel het tasje bewaard, is de Beauty Blender. Ik had de Beauty Blender, zeg maar, van Real Techniques. En die begon helemaal uit elkaar te vallen. Want had ik mijn foundation opgedaan, zag ik allemaal oranje stukjes op mijn gezicht. Ik dacht van, oh, dat is niet de bedoeling. Dus ik heb de Beauty Blender gekocht. En ik heb hem al gebruikt. Hij is niet helemaal meer schoon. Maar ja, ik ben er heel erg blij mee. Hij is echt, echt heel fijn. Dus ik denk toch dat ik hem wel iets fijner vind. Ook nog dan die van Real Techniques. Maar ja, die is maar 7 euro. Die is nu ook te koop bij de Ethos. En de Beauty Blender is ook trouwens te koop bij de Ethos. Zag ik later. En dan kost hij rond de 20 euro volgens mij. 19,95. En bij de Sephora had ik hem volgens mij voor 16,95. Ook nog wat duur voor een sponsje. Maar als ik er een tijdje mee kan doen, ben ik er blij mee. En het andere wat ik kocht in Nice, dat is een product van Caudalie. En Caudalie, daar ben ik, ja, daar heb ik al meerdere proefjes van gehad. En dat vind ik een heel mooi merk. Over dit serum, want dat heb ik gekocht. Dit is het Fino Perfect serum. Heb ik al heel veel goede dingen gehoord. Ook van Amerikaanse YouTubers. En ik zal hem even openmaken, want ik heb hem al gebruikt. Ik gebruik hem nu al, even kijken, bijna 2 weken. En er is ongeveer, ja,
ik denk een vierde uit. Dus ik denk dat ik er ongeveer wel, ja, zeker 8 weken mee kan doen. Dus 2 maanden. Ik hoop nog wat langer. Maar in ieder geval, het serum heeft een, ja, met een pipetje zit het. Ik zal hem even opendraaien, dan kunnen jullie dat zien. En het is een melkachtig serum. En hij is heel fijn. Hij smeert heel makkelijk, verdeelt hij heel makkelijk. En hij zorgt ook voor een radiant complexion. Dus een stralend effect. En hij werkt ook pigmentvlekjes tegen. En ik word wat ouder, dus ik merk dat ik af en toe wat donkere plekjes krijg. Dus dat leek me wel een heel goed idee om een soort brightening serum te gebruiken. Dus ik gebruik het nu al 2 weken en ik ben echt heel erg blij met hoe mijn huid eruit ziet. En ik vind echt wel dat hij belooft wat hij doet. Dus hier was ik heel blij mee. En deze kost rond de €40. Dus geen goedkoop serum. Toen ik terugkwam uit Nice was er ook nog een actie van Clarin. Moet ik zeggen, bij de Douglas. 25% korting. Plus je krijgt dan een heel leuk tasje. En ik laat eerst even het tasje zien, want het is echt zo leuk. Dit is het tasje en er staat op Hello Beauty. Nou, ik vind het echt een enorm leuk tasje. En er zitten 3 mini producten in. Ik heb ze nog niet gebruikt. Ze zitten nog helemaal in het folie. En ik ga het even uitpakken. Even lekker kraken. En dan zijn dit de 3 producten. En dat zijn echt luxe samples die erin zitten. Het eerste is de Instant Light Radiance Boosting Complexion Base. En die is dus om onder je make-up te gebruiken als soort primer. Of zonder make-up. Ze zei, als je dit doet, dan wordt je huid gewoon al wat stralender en wat egaler. Dus die ga ik met veel liefde proberen. Dan nog een One Step Gentle Exfoliating Cleanser. En daar zit dus een beetje een heel klein korreltje in. Maar die mag je wel elke dag gebruiken. Dus hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. En ik vind dit soort verpakkingen ook altijd super handig voor als ik op vakantie ga of een weekendje weg. En als laatste de Beauty Flash Balm. Heel erg bekend van Clarin. Ik heb deze ook al in het groot gehad. En toen heb ik hem helemaal niet opgemaakt. Ik heb hem zelfs verkocht. Omdat ik vind dat deze... hij is echt heel fijn als maskertje. Dus op zich vind ik dat nu wel leuk dat ik die kleine verpakking heb. Maar onder je make-up vond ik dat hij heel snel een beetje ging rullen. En dat vind ik echt heel vervelend. Dus daar is hij niet goed voor. Maar het is wel een beetje een wondermiddeltje. Want als je het opdoet zie je echt dat je huid heel erg mooi stralend wordt. En wat gladder. Dus het werkt wel echt goed. Maar ik vind hem onder mijn make-up, bij mij ging het rullen. En dat vind ik dus niet fijn. Dus ik ga hem als maskertje maar gebruiken op vakantie. Kan ik hem mooi meenemen. En de producten die ik kocht waren 3 producten. Als eerste heb ik deze bronzing gekocht voor het gezicht. De Visage Radiance Plus Golden Glow Booster. En deze moet je mengen met... Ik zal hem even openmaken. Deze moet je mengen met je dagverzorging. Het is een heel klein schattig flesje van... 15 milliliter zit erin. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik had altijd die van Collistar, maar ik was gewoon eens benieuwd om een nieuwe te gebruiken. Van Clarin ben ik altijd wel erg onder de indruk. En de verkoopster zei ook van dat ze deze fijner vond dan die van Collistar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het proberen, want dan kan ik een beetje mijn tint van de zomer meetrekken in de herfst-winter. Dat hoop ik tenminste te doen. En het andere product, dat is echt een backup. Want mijn olie is bijna op. Dit is de Wheel Santal of de Santal Face Treatment Oil. En die hebben jullie waarschijnlijk al wel vaker voorbij zien komen. Ik zal hem nog even laten zien. Hij zit helemaal nog dicht ook. Dat is deze olie. En deze olie is echt zo fijn. Hij is voor een droge huid. Ik heb echt wel een droge huid. En ik gebruik deze voor elke nacht. En ik ben er gewoon echt gek op. Dus dit is volgens mij al mijn 3e flesje die ik koop. En als er dan korting is, dan koop ik hem graag. En nog een onwijze favoriet. Dit is de Gentle Exfoliator Brightening Toner. En die gebruik ik ongeveer 3 keer per week. En dat zit in een flesje. Deze zit ook nog helemaal dicht. Want ik heb nog een heel klein laagje in de andere. En dan ga ik deze gebruiken. Dit is dus een toner met fruitzuren erin. En zonder scrubdeeltjes. Maar die kan je gewoon over je gezicht verdelen en daarna je nacht- of dagverzorging gebruiken. En die zorgt ook weer voor een brightening effect, stralende tint en voor minder pigmentvlekjes. Dus ik ben de pigmentvlekjes al goed aan het bestrijden, zeg maar. Dus dit waren de 3 producten en volgens mij waren ze nu alle 3
Bij elkaar was ik 80 euro kwijt. Dus het was wel een behoorlijk bedrag. Maar dan heb ik wel weer 3 producten waar ik een hele tijd mee vooruit kan. Dat waren de producten van Clarins bij de Douglas. En dan kreeg ik nog een heel mooi product van Colourpop binnen. En die zag ik in Amerika bij iemand. Dit is de kleur Puppy Love. En Puppy Love is een limited edition kleur. Hij is volgens mij begin van dit jaar uitgebracht, als ik het goed heb. Ja, ik denk dat het begin van dit jaar was, eind vorig jaar. Ik probeer het uit te halen, maar het lukt niet. En Puppy Love is een, was een samenwerking met Colourpop en de dakloze hondjes volgens mij. Dus een heel goed doel. En hij was al een keer geswatcht. Er zit een hele mooie glans in. Dus daardoor kon ik hem vrij voor een redelijke prijs nog kopen. Ik vind het even goed nog duur, want normaal waren ze 5 euro. Maar nu was ik in totaal wel iets meer dan 20 euro kwijt. Maar goed, ik dacht, ik wil hem gewoon heel graag hebben voor mezelf. En ik heb hem nu op mijn oogleden en samen met een andere kleur. De kleur heet Mittens van Colourpop. Die heb ik gewoon op mijn oogleden en in de crease. En dan heb ik deze alleen op het bewegend ooglid gedept. Ik zal hem nog even swatchen. Hij is ook weer echt super zacht. Het is een hele mooie, een beetje een roze gouden kleur. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Het is een beetje moeilijk te zien in dit licht. Misschien zien jullie het zo beter, maar de glans in deze is heel mooi. En Puppy Love is ook wel heel gewild. Dus ik ben blij dat ik er eentje voor mezelf heb weten te scoren. Echt super leuk. En dan waren dit alle producten die ik weer bij elkaar kocht over de afgelopen paar weken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Doe vooral duimpjes omhoog als jullie meer shoplogs willen. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Tot volgende week. Doeg!